Sodemieter Job is ook weer aanwezig in de studio. Hartelijk welkom. Hallo Sonja. Hallo. Hoe is het met je? Ja, valt wel mee eigenlijk. Ik neem de laatste tijd depressief aan, neem ik. Veel depressief aan, neem ik. Heeft dat dan een homeopathische omgekeerde werking? Ja, het is, ik neem me depressief aan, omdat ik ben de laatste tijd heel erg vrolijk en echt, ik voel me hartstikke te gek en dit en dat. En iedereen zegt tegen mij, zo, wat ben je vrolijk en dit en dat. En dit, ja, ik denk mezelf, dit is niet goed, weet je. Ik moet een beetje dempen. Ik moet even dimmen. Dus ik heb van de huisarts depressiever gehad, dat ik minder vrolijk word. En werkt het? Ja, dat werkt wel een beetje. Okay. Dat is te gek, ja. Oh. Dus ja, ik ben ook een beetje onrustig. Dus als ik doodga, dan begraven ze me in, niet bij een rustplaats, maar bij een onrustplaats. Dus dat is echt helemaal te gek, weet je. Ik heb het allemaal geregeld. Dus, blijf voorlopig nog maar even gezellig bij ons. Te gek, man. Want je moet nog heel veel gedichten maken en liedjes schrijven natuurlijk. Cool. Toch? Ja, zeker. Ja. Hey, en je had ook weer een gedicht voor ons uitgezocht, hè? Ja, een klein gedichtje, ja. En ik heb tegenwoordig geluisterd. Recht voor de raap en alterem. Sodemieter Job voor Bingo FM. Het regent in mijn hart. Het stormt in mijn hoofd. Je raakt me als de bliksem. Mijn licht is gedoofd. Dit was Sodemieter Job voor Bingo FM. Ja, dat kan nog ietsje beter, Sodemieter Job. Ja, te gek, man. Maar het is leuk. Dus die heb je met een Belgische stem. Ja, hoe heb je die meneer zo ver gekregen? Ja, dat is een radiopresentator. Ja, daar. Ja, uit België. En ik ben al ooit een keer bij hem op bezoek geweest, bij een radiostation. En nu zit hij bij een andere radiostation en mijn volgende nummer. Maar een nieuwe nummer die uitkomt, daar krijg jij zeg maar de primeur van. En Patrick krijgt ook de primeur. Dus Patrick van de Gucht uit België. Dus wij hier in Nederland en hij in België. Precies, ja. Dus, nou. Dat is wel te gek, ja. Dus mijn single komt binnenkort uit. De single samen met PBG. Ja, Pieter. Ja. Dat is mijn, de gitarist en duo waar ik wel eens mee optreed. En het nummer heet Samen. Dus hij komt binnen nu en 10 dagen komt hij uit. Misschien volgende week. Ik moet het even bekijken. Nou, zie ik je graag weer komen. Succes met alles. Dankjewel, Sonja. Rustpakket.